er staan hier 12 kandidaten, die staan hier voor mijn neus. En ze zijn allemaal stuk voor stuk zo zenuwachtig. Patricia, hoe is de stemming? Goedemorgen Tim, hoe gaat het met jouw zenuwen? Ja, ik gaat goed. Je stond vanochtend op en toen dacht je, ik ga die Tesla winnen? Ja, eigenlijk wel. Hoe? Door de vragen goed te beantwoorden. Ja, dat lijkt me een hele goede tactiek. Kandidaten, zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Oké, nou dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. Met de eerste vraag. Het gaat om de sportauto van de toekomst. Let goed op. Om elektrische auto's van energie te voorzien, zijn er zogenaamde oplaadpalen. Hoeveel openbare oplaadpalen staan er in totaal in Nederland volgens de site oplaadpalen.nl? Alle kandidaten, de 10 seconden gaan nu in. Wie wint de sportauto van de toekomst? Vandaag hoor je het. Dit is de finale. De eerste twee kandidaten die het verst ervan af zitten, die vallen af. Het goede antwoord is 1774 oplaadpalen. Ja, Gijs, ik sta hier bij Alexander. En Alexander, hoeveel had jij er? Ik had er 12. Auw! Ja, dat is... Dat zijn er echt heel erg weinig. Ja, bijna minder, ja. Ik ga eventjes verder. Want ik sta hier bij een dame. Eventjes voor de goede orde, staan drie dames hier. En voor de rest zijn het alleen maar mannen. Angelique, ach, jij had er 2812. En volgens mij zat jij het dichterbij. Nou, dat is heel mooi. Was een gok? Was een grove gok. Hele goede gok, want je bent erbij. Ja, er gaan twee kandidaten afvallen. Nou, Alexander, volgens mij wist je het zelf al. 12, dat waren echt te weinig. Maar er is er nog één die echt te weinig oplaadpalen had ingevuld. En volgens mij sta ik hier bij de andere verliezer, Patrick Zwart. Ah. 22 is niet genoeg, man. Nee, helemaal niet, nee. Balen? Jazeker. Wat ga je nu doen vandaag? Nou, naar huis toe en ik zie het al de rest van de dag. Maar het is mooi weer. Ja, toch? En lekker naar Q-Music luisteren. Oké, Gijs? Dat is een voordeel. Twee kandidaten zijn er afgevallen. Maar er zijn nog 10 kandidaten over. Vandaag hoor je wie de sportauto van de toekomst wint. Dit is de finale. Q-Music. Q is good for you.